Yo guys, Gletsch hier en welkom bij een nieuwe Train Fever. En ik weet normaal als ik kan vandaag Pokémon Red. Dus daarom gaan we vanaf nu elke woensdag Train Fever doen. We zijn dus terug in Train Fever in onze mooie treinenwereld. Ik vind het een mooie treinenwereld. Wat wel is, ik had een aflevering opgenomen, maar ik heb die niet online kunnen gooien. Omdat er helemaal niet zoveel interessant was in gebeurd. Eerst wat ik echt had gedaan die aflevering was... Dit een beetje gebouwd, het cargo gedeelte. Ik heb hier een heel treinspoor gemaakt. Om hier later packages te vervoeren naar deze stad. Maar dat is nog niet echt nodig. En wat ik ook heb gedaan, is dit tram. Ik heb de trammen, ik heb trammen teruggeroepen ja, in Lang. Omdat gewoon puur die tram iets te weinig werd gebruikt. Dus dan kun je beter wat trammen terugpakken, want ik begon er al verlies uit te maken. Want zie, ik heb nu ook maar gewoon 294 winst. Maar dat maakt helemaal geen ene tyfus uit. Op het moment zijn er maar 3 mensen aan het wachten op de tram, dus dat is niet zo'n goed teken. Maar wie weet gaat aan de toekomst beter gaan. Nu, ik zet op play. En de bussen gaan nu natuurlijk heel goed. En ja, straks zal hier staan dat ik verlies heb. Dat is vrij rot, maar ik zou het at the moment even zo laten. Want dit deeltje heeft toch echt wel openbaar vervoer nodig. En alle langbussen zitten vol en dat is ook wel vrij rot. Want die bus wordt veel gebruikt. Maar wat ik ook had gedaan de vorige keer was een heel treinspoor zo gebouwd naar deze stad. Naar deze mooie stad, Vendel. Nu zoals je ziet heb ik geen geld, maar ik had een cargo trein. Ik heb hier nog een cargo trein zitten. Oh wacht, ik ga zo geld hebben. Oeh, is maar heel weinig man dat maar terugkomt. Maar dat maakt niet uit. Mooi toch? Super mooi. Ja, kom eens aan. Oké, en voilà, genoeg geld. Plus, hero, heb ik een treintje en die heb ik niet meer nodig. Dus ik ben terug rijk. Dus wat wij dan gaan doen. Wij gaan sowieso dit nog moeten doen. Wait a seconde. Dus ik ga even dit doen. Zo. Zodat hij altijd op volle snelheid kan rijden. Oké, ik heb even dit gefixt. Zodat dit een twee richting kan worden. We moeten een treinendepotje maken. En ik was er van plan om net voor de tunnel te doen. Dat lijkt me wel het coolste. De tunnel ziet er ook niet zo super uit. I know, maar... Het boeit niet zo superveel. Ja, dat is wel lastig dat dat niet gaat, maar oké. Dan zal het toch zo moeten. Zo. Oké. Voilà. En dan ook langs de andere weg in de langs de andere kant. Weer een seconde. En in deze aflevering was ik eigenlijk van plan om over iets te gaan praten. En nog een subtiel tip. Ik heb trouwens bijna 400 abonnees. Bijna. En dat zou... Oh wauw, ik heb het allebei... Ja, dat is niet slim, wacht. Oké, ik heb net wat geld weggegooid, maar dat is niet zo erg. Ah, oké, zo. Oké. Nice. Voilà. Oké, dat ziet er goed uit. Maar ik wou eens over iets gaan praten en daar is mijn mooie trein die bijna helemaal vol zit. Dus het is niet zo'n super groot station, maar dat maakt niet uit. Volgens mij heb ik dat bewust gedaan. Maar ik wil dus over mijn traumatische ervaring praten op de Beverse Markt. Een van de kutdorpen, echt een kutdorp geloof ik. Oké, dat komt mooi uit. Dus dit ziet er ook super chic uit. Maar ik ga dus over mijn... Ik ga het trouwens wel decoreren. Ik ga over mijn traumatische ervaring praten. Dus
Kate is een beetje overdreven. Sensatie. Maar dus het was dinsdag en ik en mijn mama en mijn zus, wij gingen gewoon... Mijn mama, ik en... Mama, zus en ik, hè. Jij is Nederlands. We gingen gewoon naar de Beverse Markt, een of ander kutdorp, echt een kutdorp, nooit komen. En ja, je kent dat wel, wat de bedoeling is van een marktje. Je gaat er wat, je gaat wat, weet ik veel, wat mee met je mama. Die kijkt naar wat kleren, je bent aan het lijden. En je hoopt gewoon dat je eten krijgt. En aan de tijd had ik ook eten gekregen. Puur feest. Keiharde feest, ja toch. Oh. Jongens. En ik ging op een of ander bankje zitten. Voilà. Samen met mijn zus en shit en met mijn mama, je snapt het. Niet moeilijk. Wacht, ik ga kijken hoe ik deze straat er opnieuw kan ingooien, want what the fuck is deze, ja? Dat ziet er nou toch niet uit. Oh, dat is wel vrij expensive, maar... Dat is echt wel nodig. Oké. Okay. En ik was zo heel rustig mijn hamburger aan het eten, heel vrolijk, want hey, ik had eindelijk eentje gekregen. En toen voelde ik ineens iets aan mijn voet en ik was zo wel, what the fuck is dat nu weer? En ik kijk naar mijn voet en dan was het vieste beest wat ik ooit heb gezien. En volgens mij was het een bloedzuiger. En ja, ik schiet zo een beetje in paniek. Mama, ik moet dat eraf krijgen. Dus ja, mijn zus had niet gezien wat er in mijn schoen zat. Want ik zat zo helemaal links. En dat ding zat in mijn linkse schoen. En dat was echt serieus zo'n ding. Dat was echt vies. Dat was niet gezond. En mijn zus zei, ah, stop eens met overdrijven. Ik moet echt al te overdrijven. Echt zo, nee, serieus. Kijk, dat is fucking vies. Dus ik begin zo met mijn been te, weet ik veel... te swingelen of zo, als dat een woord is. Want ik was in paniek, snap je? Ik wou dat dat ding eraf ging, want dat zat niet juist. En eens zag mijn mama ook en zegt ze, oh ja, dat is een slak. Zo, mama, een slak gaat niet in mijn kous bijten. Want dat was niet, dat zag eruit, ik dacht eerst dat het een naakslak was, maar ik weet dat niet. Die had zich zo vastgeklemd in mijn kous. En die was zo brr 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 aan het swingelen en die dacht dat die erin zat of zo. En volgens mij, achteraf gezien, was dat een bloedzuiger. En toen ben ik gaan opzoeken of dat er bloedzuigers in België zijn. En dat zou in moerasachtige gebieden zijn. En zover ik weet is België geen moerasachtig gebied. Ik moet wel weten waar ik met een tram bouw trouwens. Landgebruik. Oké, dus commerciële shit, ja. Wacht, ik ben aan het kijken hoe ik de tram ga laten. Ik ga de tram gewoon helemaal zo laten rijden, denk ik. Gewoon... Tjaka! Midden in de stad, snatte. Maar nee, dus zoals ik al zei, een bloedzuiger in België, dat zal normaal gezien niet moeten voorkomen. Ik ben altijd niet zeker dat het een bloedzuiger was, want daarna zijn we natuurlijk weggegaan naar een of ander kraam gaan zien. En we zijn echt effectief terug geweest om te kijken of dat beest er nog zat, maar dat beest was weg. Ah ja, ik heb niet verteld hoe ik dat beest eraf heb gekregen. Ik had gewoon mijn schoen uitgedaan en ineens was die weg. Die was ciao. Ik zat er met een flesje op te kloppen. Die ging er niet af, maar ik doe mijn schoen uit en die gaat er ineens wel af. Ja, dan moet dat ding weten. Ja, ik was echt niet normaal blij dat dat ding eraf was. Want holy shit, was het een vieste, gortigste ding wat ik ooit heb gezien. Want ik had letterlijk nog nooit zo'n beest gezien. Dat was echt disgusting. Wacht. Dat was echt gewoon... Die halt staat hier te dicht. Dat was echt gewoon de definitie van disgusting. Dat is ongelooflijk. Zo. Heb ik hier een halte? Nou, echt hier een halte. Hier een mooie halte placeren. Hier ook nog. Allee, andere kant ook. Ja, nice. Voilà. Oké, dus dat wordt onze nieuwe tram in Vendel, in de hoek van de map. Ah nee, tegen de kant. Niet in de hoek, maar wel tegen de kant van de map. En ja, dat was toch wel vrij vies, want eigenlijk had ik ook wel geluk gehad, want ik was gesaved bij mijn kous, want die had zich vastgebeten in mijn kous, terwijl mijn mama en mijn zus, die hadden gewoon sandalen aan, of weet ik veel, sleffers. Dus die hadden eigenlijk echt wel geluk dat dat ding niet in hun had gebeten. Dus
Ik heb mijn huisgenoten gesaved. En mijn kous heeft mij gesaved. Dus mijn kous heeft ons allemaal gesaved. Van weet ik veel welke ziektes dat ding had eten of zo. I don't know. Maar ik moet dus nu een tactische bus laten rijden. Ik denk dat ik die net zoals u in, wat hoe noemt u dat daar? De vingakker? Vingakka! Door het... dingen die gewoon zo gaan... Ja, zo, oké, ik heb al een route. Route wordt berekend. Dat was totaal niet autistisch. Zo, echt gewoon een dikke bus. Bam! In het woongebied geplaatst. Voilà. De FPS is ook echt enorm hoog. Kijk, ik zet landgebruik af. En zie die FPS omhoog vliegen. Ongelooflijk. Zo. Ik ga geen gemeenschappelijke haltes hebben tussen de tram en de bus in dit stadje. Zo. Het is ook een vrij groot, moet ik dat zeggen, een vrij groot blauw gebied heeft deze stad. Oké. En dan moeten we natuurlijk alleen nog maar een tramdepot bouwen. Ah ja, en in die aflevering die ik had opgenomen was er ook niks bijgekomen qua vehicles of zo, dus niet zoveel gemist op zich. Dus ja, dat is superleuk. Voilà, ze dat placeren. Oeh, wacht. En dan gaan we er niet naast placeren, want dan ziet dat er zo slecht uit. Dit is ja, ik ga het er toch naast doen. Dan gaat die tram een leuke bergenbeklimming mogen doen, maar dat is niet mijn probleem. Eigenlijk wel, maar ja, boeie. Dus dan gaan we beginnen met 2 trammen. Route toewijzen. Nieuwe route. Voilà, dit kleurtje. Tramroute 1, Vendel. Klopt dat? Ah ja, Vendel, oké. Tramroute 1, Vendel. Zo, dan doen we station toevoegen. Dus hier, ik ga, oh jongens, ik doe iets normaal. Ga jij naar hier. Dan naar daar. Zo. Show. Zo. En dan rijd jij terug. Maar er lopen veel mannetjes rond. Deze stad gaan we veel geld opbrengen, denk ik, heb ik het gevoel. Oké. Dus, jij mocht al vertrekken op de route van Vendel. Nice. En die andere mag... Oh, oké. Jij gaat even halt houden en jij gaat wachten tot die andere op de eindhalte is. Dan gaan we Le Obisant 2. Ga ik er ook 2 van pakken. Ook een nieuwe route natuurlijk. En dit ding kan veel routes rijden, what the fuck. Maar, dat maakt niet zoveel uit, want dit is busroute 1 van Vendel. En die krijgt dit kleurtje. We gaan gewoon de rij af. Station toevoegen. Dus jij begint hier, matey. Wacht. Allee jongen, godverdomme, werkt iets mee. Ja, oké, merci, dat was niet zo moeilijk. Oké. Dus zo ver rijdt hij eigenlijk niet. Allemaal een route toewijzen. Busroute 1, Vendel. Jij stopt me even. Wachten er al mensen op een tram of zo, of niet? Ja, dat komt nog wel. Hey, er wacht wel iemand op de bus. Ja. Maar nog niemand op een tram, vreemd genoeg. Of zit er al iemand op... Nee.
Hier wacht nog iemand op de bus. Er wachten ineens heel veel mensen op de bus. Mensen, jullie moeten ook de tram gebruiken, begrijp dat nu eens. Maar nu moeten we ervoor zorgen dat we een nieuw treintje hebben. En jij, maat, jij mag. Deze zijn. Met de. Ik kijk welke wagons. Zou ik kunnen. Oh joh, kijk hoeveel ik. Oké, we pakken deze. Pak. Ja, dat is goed genoeg. En route toewijden. En dat wordt een nieuwe treinroute. Treinroute 2. Dit mooie kleurtje. Zo. Dus van het nieuwe station. Ja, nice. Zo, van Vendel naar Langhitten. Zoiets. Nu, ik zie wel dat die. Twee nieuwe. Oh, maar die tram en Vendel dat is, en Lang, dat is een beetje fataal. Jij terug naar het depot, vriend. Voilà. We hebben nog maar één tramtje in Lang en dat is niet zo goed. En ik maak me ook een beetje zorgen over de tram in deze stad. Laat maar. Dat komt goed. En wat wij gaan doen, wij gaan deze man laten vertrekken. En deze man. Zo. Oké. Oeh, en hola. Ik ga versterking inroepen. Zo. Voilà. Busroute 1 Vendel. En kijk naar dat treindingen hier nog kan fixen. Maar dat komt nog goed in Vendel en ja, in Ving. Dat komt ook nog goed. En kijk hoe een dikke winst dat we hier op maken. Maar het spoor. Treinroute 2. Dus meneer, ik heb heel graag dat je graag. Nee. Gaat dat weer een heel spel worden om dat ding twee richtingen te maken? Alsjeblieft niet. Ja, ik ga wachten tot die trein hier is en dan ga ik dat proberen. Ga ik een poging doen om dat te fixen? Wat? Hoeveel mensen kunnen er wachten op één bus in een random dorp? Maar mij hoort je. Ja, wacht. Ik weet niet of dat positief. Laten we gewoon zeggen dat het positief is en we gewoon. Niet genoeg geld. Ja, dat is echt wel. Nee. Fuck. Nu ben ik allemaal, wacht, allemaal random dingetjes aan het plaatsen. Dat is niet de bedoeling. Oh! Nee. Blijven. Ik zal het systeem erachter nooit goed snappen, maar het is twee richtingen. Dus dat is wel iets. Oké. De tunnel door. Wacht, ja, maar hier is dat vrij logisch dat hij. Want hier kan hij niet van spoor wisselen. Ja, wauw. Ah ja, wel tuurlijk, what the fuck. Huh? Op die VI. Maar dat ik dat toevallig hier kan oplossen. Nee. Oké, wacht, maar dit. Yes! Ik ben te goed in dit spelletje. Nice. Oké. Dit is hoe dat ik het wou. En dat is super nice. Wacht eventjes. Wacht eventjes. Nice, Wouter. Het is wel de bedoeling dat ze eens naar het station komen. En dat ze die trein eens gaan gebruiken. Als ze weten hoe dat moet natuurlijk.
Nou, ik weet niet dat ik een trein moet pakken. Maar ik heb hier al een heel populaire bus. Zo. Oei, handrem op, jee. Ik wil gewoon dat er iemand op dat kutstation... Oh. Deze mannen. Van truckrouten hebben hun levensduur overschreden. Ah, oké, okay, maar dat kan ik makkelijk fixen normaal. Weg, dus dan doen we zo bij 100% voertuigen automatisch vervangen. Ja, ja, wacht, eerst voertuig selecteren. Zo. En... ja. Oké, dus we moeten wel TS selecteren. Dus vier houtjes. Oké. Ja. Ik mag hier geen fouten maken, want dan kan ik wel dingen upfucken. Geloof mij, ik kan echt dingen upfucken. Oké. Voilà, automatisch vervangen staat aan. En here we go. Ik hoop, wacht alsjeblieft op de nieuwe treinroute. Fuck jullie. Waarom willen jullie niet in deze mooie stad zijn? En waarom willen jullie niet in deze mooie stad zijn? Het zijn twee heel mooie steden. Waarom willen jullie niet bij elkaar zitten? Dat snap ik niet. Oké, tweede kans. Oh, fuck jullie. Ja, er is iemand op de trein aan het wachten in Vendel. Oké, en hier ook. Hier ook. Kom aan. Nee, nevermind. Oké, hij zal hem terugkeren. Mooi. En dan gaat hij zijn eerste passagiers mogen halen. Het zijn er maar twee, maar beter niks, hè. Je moet ergens beginnen. Is dat waar? Of waar? Ik denk dat waar is. Maar oké, dit gaat zijn voor deze aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. De volgende week woensdag weer terug Train Fever. Ik ga deze video afsluiten. Dus vond je deze video leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer de volgende keer. En de volgende keer meer Train Fever. En ik zeg ciao.